wij voelen aan, Jan Kasper, vooral Theo en ik, wij voelen aan dat er vertrouwen is in de hele groep van de manier waarop dat de zaak benaderd wordt. En ik denk dat dat veel rust heeft gegeven om zo te gaan presteren zoals ze op het ogenblik doen. Ik volg alle clubs waar ik geweest ben, dus zeker FC Twente ook. Maar ik kijk het meest uit naar die partijtjes van 7 tegen 7 op zaterdagmorgen. Rijvers gaf aanwijzingen aan Wilson om de tactiek iets te veranderen. Links naast hem Theo Vonk, die hem hier in Enschede assisteert. Ja, een echte volksclub. Ik bedoel, het publiek was enorm sympathiek hier. Althans, het was 1-0 Twente. En ik geloof dat dat nog zo is, of nog erger. Ik bedoel, bij ons waren er een paar mensen in vergelijking met wat er nu komt. De tweede helft, Kees Rijvers, volgend jaar technisch directeur bij de FC Twente. In ieder geval een goede ploeg. Die zeker behouden ze de opbouwjaren natuurlijk. Die nu helemaal, het was een samenvatting van Enschedese Boys Sportclub. Dat was niet zo eenvoudig het eerste jaar natuurlijk. Maar daarna is dat verliefd wel weer opgebouwd. En ik denk dat we de laatste 2 jaar een goede ploeg hadden. Die ook nog na mij goed gefunctioneerd heeft met een paar wijzigingen. Dus dan ben je in zijn algemeenheid wel tevreden. No? Ja, dat was voor mij de verdette als hij doorgekomen was. Ja, dat was een fenomenaal talent. Fenomenaal. U heeft toen veel jonge spelers laten debuteren. Veel jonge spelers ingepast. Ja, dat pakt zo uit. Natuurlijk. Eentje daarvan is jammer genoeg niet door kunnen komen, Lotje Rooks. Ja, want dat was een geweldige man geweest op aan de rechterflank. Maar ja, Paul Plats is jong gekomen. En praktisch de meeste. Drost, Kik van der Val, Eddy, praktisch allemaal de meeste. Behalve Willem de Vries, die was een paar jaar ouder natuurlijk. Maar dat is allemaal op een super aangename manier gaan spelen. En het feit denk ik dat we hier nou blij zijn om elkaar weer te zien na 39 jaar. 39 jaar geleden ben ik vertrokken hier zo. Dan mogen we niet klagen denk ik. En natuurlijk onze grote man Kees Rijvers. Hoe lang bent u al niet meer bij FC Twente geweest? Welke wedstrijd was dat? Kan het niet herinneren. Kan het zijn dat u met het 40-jarig bestaan voor het laatst bent geweest? Ja, ik denk dat dat het laatste is geweest. Ja. Daarna zijn we niet meer geweest. Nee. Hoe heeft u de afgelopen jaren de ontwikkelingen van FC Twente gevolgd? Nee, dat heb ik weinig gevolgd. Zoals alle andere clubs, ook PSV niet of een ander niet. Wij zijn een beetje, in Frankrijk zijn we een beetje afgesloten van de deelname aan de Nederlandse competitie. Dus ik heb niet zo'n best beeld. Alleen maar via de samenvattingen. Heeft u daar bewust een beetje voor gekozen om afscheid te nemen van het voetbal? Jawel, een beetje wel. Ja. Althans van het seniorenvoetbal. Waarom? Omdat ik liever 3 banden speel als naar voetballen gaan kijken. Ja, dat is misschien een beetje vreemd, maar ik kan naar de toppers van de 3 banden, daar kan ik een week gaan zitten kijken. Is mijn vrouw niet tevreden, maar dan geniet ik daarvan. En van het topvoetbal heb ik een beetje afstand van genomen. Kijk, hier heb ik vooral genoten die paar wedstrijden die ik gezien heb en die ik van hem op de televisie heb gezien, van Ruiz. De ploeg die speelde natuurlijk geweldig, maar Ruiz is dan weer een voetballer waar ik extra naar kijk. Zoals ik naar Messi kijk, naar Van Persie. Ja. Dat zijn dan voor mij de grote uitzonderingen. Ja. Maar hij is jammer genoeg niet aan deze kant. Hij zit aan de overkant. Kent u andere spelers van FC Twente op het moment? Een beetje, maar niet te veel. Wie kent u wel? De Jong. Een beetje, maar daar zie ik iets meer van natuurlijk. En de centraal die... Douglas. Ja. Braziliaan. Douglas, ja. Die heb ik wel in beeld. Nou, ik denk dat dan uitverkocht is hoor. Hoe kijkt u nou straks naar het voetbal? Kijkt u nog steeds met een kritische blik of is dat er inmiddels af? Ja, ik doe maar net of dat ik weer op die bank zit altijd. En dan, ik kan niet anders.
Dus zo kijk ik naar een wedstrijd en dan bevalt het me, bevalt me niet. Ik doe een beetje mee altijd, daar geef ik de voorkeur aan. Oh. Gewoon meedoen. En hoe doet u dat dan? Nou, het is niet zeker dat ik het vanavond doe, maar mijn vrouw is over het algemeen gewend dat ik de opstelling bij me heb en dat ik een paar notities maak. En dat ik in ieder geval zorg dat ik na de rust weet, ondanks dat ik de ploeg het niet goed ken en niet veel gezien heb, dat ik weet ongeveer hoe dat ze spelen. En dan zet ik er mijn eigen bedenken weer bij, dan denk ik, zo, ik zou het zo gedaan hebben. Ook vind het prachtig dat ze dat zo doen.